Strijd om het landskampioenschap voetbal is vandaag in de allerlaatste minuten van de competitie beslist. De champagne stond koud in Alkmaar en stiekem ook, voor je wist het maar nooit, in Amsterdam. En ook in Eindhoven. Om 2:30 was AZ, bij de aftrap, bij alle wedstrijden, de nummer 1 van Nederland. Om 2:55 was PSV op papier de kampioen. Om 2:50 was Ajax de nummer 1. En zo bleef het heel lang. Toen kwam PSV weer op doelsaldo voor. AZ hoefde om 4:00 vanmiddag maar één enkel doelpuntje te maken om het toch nog te redden. Die goal viel niet. Ajax was op jacht naar nog één enkele treffer. Ook dat doelpunt viel niet. PSV, waarvan de kampioenskansen vorige week al volledig verdampt leken, is opnieuw kampioen van Nederland.